Er is een waarschuwing afgegeven voor blauwalg in recreatieplas De Merwelanden. De omgevingsdienst raadt mensen af om te zwemmen in de plas, omdat dit schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Hoofdpijn, huidirritatie, maag-darmklachten, oogirritatie. En het zijn over het algemeen milde klachten die vanzelf overgaan na enkele dagen. Maar kunnen wel het waterpret flink bederven. Zwemmen in de plas in Hollandse Biesbos is dus niet zonder gevaren. Veel mensen denken dat ze er weinig klachten van krijgen. Doordat ze het bijvoorbeeld niet inslikken. Maar ook het contact met het water op de huid kan al huidklachten geven. Blauwalg komt veel voor in de zomer. De bacteriën kunnen namelijk goed groeien in warm, stilstaand water. Ook voor de Merwelanden is deze waarschuwing niet nieuw. Maar wat moet je nu doen als je toch wil gaan zwemmen deze zomer? Wij adviseren dat om te doen op erkende officiële zwemlocaties. Deze zijn te vinden op de website www.zwemwater.nl. En hier staan voor deze wateren die elke 2 weken gecontroleerd worden, staat aangegeven of het veilig is om hier te zwemmen. En daarnaast op de borden te kijken die op deze locatie staan. Want ook hier staan zwemwaarschuwingen aangegeven. En ook op andere plekken die je goed kijken naar het water. Of er een laag op zit van deze bacteriën. Die kan blauw of groen zijn. En mocht je dat zien, niet in het water te gaan.